Ja, en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 2016. Mijn naam is Victor. En mijn naam is Gino, hallo. Hallo, en vandaag waarom wij er met z'n tweeën zijn, dat gaan we je zo meteen vertellen. Maar eerst natuurlijk de intro. Ja, en Gino, welkom. Hallo. Leuk dat je er weer eens een keer bent. Je dacht, nou, we gaan eens een keer weer wat doen. Ja, het is lang geleden ondertussen. Ja, ik dacht, nou, de meeste mensen moeten ook even weten hoe het met de server gaat, hoe het met Gino gaat. Yes, yes. En het heeft nog een speciale, nog een hele, hele speciale reden. Maar wat dat is, dat gaan we je zo vertellen. Ik moet nog heel even Wat de settings doen. Want het is een beetje een knip- en plak-aflevering. We hebben iets leuks bij elkaar gedacht. Maar het heeft een speciale reden. Ja, inderdaad. En wat dat is, dat gaan we je zo vertellen. Deze map is een soort stunt map. En we dachten, nou, dat is een keer heel wat anders. En jij deed dat ook altijd heel vaak toen jij nog farming deed. Hebben wij eigenlijk wel eens samen farming gedaan? Ik denk wij twee alleen niet. Nooit. Nee, hè? Dat is nog nooit voorgekomen. Ik was het altijd met Dimitri samen. Ja. Of met kijkers, maar nooit met jou erbij. Dus nee, hallo, welkom. Nou, superleuk. Maar in ieder geval, waarom ik het met Gino doe? Nou, ik heb tegen Gino gezegd, Gino... Okay. Ja, dat zijn de toeters op deze dingen. Ja, zullen we eerst even een stuntje doen voor de warming-up? Deze hier? Yes, yes, yes. Hier staan echt heel grote dingen, heel veel hellingen. We moeten echt gas ik geven. Vind een mooie map. Ja, hij is grappig, hè? Daar gaan we. Daar gaan... Oh! Ho! Oh, oh, oh! Ik heb een faal gemaakt. Ik ben er naast geknald. Oké, maar wat... Ik ga nog eens proberen. Wat de bedoeling is vandaag in de aflevering... Gino en ik gaan een soort van... Dus hebben hier allemaal schansen. En we gaan een soort van wedstrijdje doen... wie de mooiste stunt eigenlijk kan doen. Dat is wel leuk misschien, hè? Ja, inderdaad. Dus... Maar het is lastig. Ik kan je dat al zeggen. Het is heel lastig. We moeten eerst even natuurlijk een warming-upje doen. Wow! Zo! Holy shit! Ik zie je helemaal vliegen. Zo. Nou, en we rijden weer. We staan weer zonder... Nog eens proberen. Nog altijd ertegen. Ja, ik kom er ook niet over. Maar aan de andere kant moet wel lukken, denk ik. Ik ga eens langs de andere kant proberen. Misschien dat dat meer succes Maar waarom, waarom we nou deze aflevering samen doen, dat heeft eigenlijk alles mee te maken. Dimitri, die, dat is natuurlijk altijd zijn farming. Dimitri is farming, ik ben train, Gino is... Ja, als er achter kid, de schermen eigenlijk achter de schermen meer. En als ik hem een keer nodig heb, dan hey Gino, kan je mee opnemen? Ja. Nou, en dat is eigenlijk... Ik knal weer tegen de dingen aan de zijkant. Hoppakee. Ik heb een mooie salto, ja, bijna een salto erbij gemaakt. Maar ga verder met je verhaal. En hoe het nou eigenlijk zit. Gino en ik, wij hebben elkaar al een stuk of 5 keer, 6 keer misschien gezien. Ja, al best vaak ondertussen. Misschien nog wel vaker zelfs. En dat hou ik eigenlijk ook niet echt bij. Als we een keertje zin hebben, dan spreken we af. Hier, ik knal de hele tijd tegen de dingen aan van voren. Ik snap er niks van, man. Kiel. Nou, in ieder geval, en... Oké, hoe zit het nou precies? Wij hebben Dimitri nog nooit gezien. En als wij Dimitri een keer willen zien, dan is het altijd... Ja, maar ik moet dit doen. Ja, maar ik moet dat doen. Nou heb ik deze week een afspraak met Dimitri gepland. Ik zei, Dimitri, kan jij dan opnemen? Ja. Ja, dat is goed. Oké, dan weten we dus dat hij thuis is. En Gino en ik gaan dan naar zijn huis toe. En we gaan hem dus gewoon echt ontmoeten... Maar omdat we niet willen dat de farming aflevering in de knoop komt, doen wij nu samen een farming aflevering. En dan is Dirk ook weer... Ik ben best benieuwd hoe het gaat verlopen. We hebben al zitten speculeren over de reactie die we gaan krijgen. Ik denk wel dat hij leuk gaat En we willen er eigenlijk ook een soort van vlogje van maken. Maar of dat nog echt allemaal wat gaat lukken en hoe, dat is nog maar even de vraag. Okay, dan moeten we even kijken. Maar hey Victor, heb je deze schans al eens geprobeerd? Wow! Helemaal vliegen. Zo, en nog recht gekomen ook. Oké, dat is gaaf. Dat begint goed te komen. En jij hebt nou... Oh! Kijk! Waar ben jij? Ik zie jou rondjes draaien linksonder in de map, Wacht, volg mij eens. Kom eens mee. Even kijken, waar ben je, Kiel? Hier ben je. Volg even, we gaan even naar achter. Grote aanloop nemen. Oh! Kiel, doe eens normaal. Maar, nee, we willen het dus ook gaan vloggen. Dus dat we ook echt met z'n drieën zijn. Dat is misschien wel zo leuk een keer. Maar we zijn dus echt benieuwd. Het is dus echt een soort van verrassing. En ik ga deze opname ook... Dimitri zal hem gewoon bewerken. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Wel pas na de feiten hebben plaatsgevonden. Ja, zeker. Dus we nemen het nu op samen. Zonder dat hij het weet. En
Ik zou eigenlijk pas over 2 dagen gaan we naar Dimitri toe. En dan krijgt hij van mij ook deze opname. Maar dan zouden we eigenlijk dus opnemen. Dus dan is het gewoon van, ja, maar er komt de aflevering in de koop. Nee, hier heb je nou alsjeblieft. En het liefst dan nog op een soort van USB-stick. Dus, ja, dan moeten we even kijken of dat gaat lukken. Maar kijk, deze moet je eens proberen. Dit is echt een hele vette schat. Zo, ja, inderdaad. Mag ik eens even kijken. Kunnen we gelijk zien wie de beste stunt maakt? Oh, nee, ik kan niet. Nee. Oh. Wow! Je vliegt weer. Ik zie je boven mij. Zo. En die wil ik nog eens proberen. Maar die is gaaf, hè? En die wil ik nog eens proberen, die is leuk. Even kijken. Hey, binnenkort komt trouwens nieuwe farming, hè? Nieuwe farming simulator. Ja, of zeker. Ja, binnenkort. Heb jij hem al gepre-ordered? Ja, ik nog niet. Misschien wel in de toekomst, maar ik weet niet. Eerst even afwachten wat het gaat worden. Nou, laat trouwens even hieronder in de comments weten wie jij vindt dat het beste stunts maakt. En nu hebben we nog niet echt een hele dijsterende stunts gemaakt. Nee, ik vind het een beetje... Ja. Nee, ik bots hier gewoon op het begin. Ja, dat heb ik dus net ook gehad. Maar weet je wat je dan... Oh, dat is vervelend. Hoppakee. Kijk eens even. Okay. Kijk eens even. En dan... Peaches. Het is echt een lekkere random aflevering. Heerlijk. Ja, ik mag toch een keertje. Zeker. Hé, hey, er zit een afstand bij ons tussen. Zie je? Dat is een bug. Gino, ik wil jou voor iets uitdagen. Kom even dat met me. Kom, dan moet je me niet op mijn kop leggen, dan kom ik niet meer overeind. Beuk eens even tegen me. Ja. Lukt dat? Ja, oké. Okay. Zo, okay. Vertel. Kom even met me mee. Oké, Gino, zie jij hier deze tent? Ik zie die tent. Als je het goed doet, en als je het ook goed doet, dan kan je... Ik heb het net al geprobeerd, dan kan je door deze tent heen jumpen. Wacht, ik ga het proberen. Ja, mag aanloop, eerst. Aanloop. Dan ga ik erachter. Je gaat weer zien dat hij vast gaat lopen op het begin, hè? Ja, inderdaad. Nee. Nee. Oh, ja, oh, ja, bijna. Ja, ik heb hem lichtjes geraakt. Ja, ik heb hem ook lichtjes geraakt. Maar dit is wel gaaf, hè? Je hebt hier ook heel veel dingen. Wat heb je hier? Je hebt hier een... Nee, je hebt hier een... Wat is dit? Een soort halfpipe, hè? Ja? Huh? Deze auto's gaan wel echt hard, hoor. Dit is wel echt hard gaan. Ze moeten over de 200 kunnen. Zullen we die tent eens pakken met een onwijs lange aanloop? Maar dan moeten we echt even kijken waar we dan het beste kunnen beginnen. Ja, ik kom even terug richting jou. Want we zeg maar 200 hebben qua snelheid. Ja, maar ik heb net ook al gekeken. We kunnen wel even testen hoe hard je echt kan. Even kijken hoor, daar gaan we. Ik hang stil in de lucht. Wow, ringloos. Oeh. Dat moet je eens doen. Ben je zo snel gegaan, joh. Je moet gewoon eens echt zonder, of met een hele lange aanloop, dat proberen. Dat is echt gaaf. En dan wil ik ook eens dit gelijk proberen, nou, waar je toch bezig zijn. Hop. Zo, kijk, Gino. Kan je eens een nieuwe auto van mij kopen, want ik zit vast. Vast. Zo, en ik ben beland op de auto. Zo, en we rijden nu onderdoor. Ik ga een nieuwe auto voor jou kopen, even kijken. Oké, Gino heeft het inmiddels gebruik gemaakt van zijn nieuwe bolide. Yes, inderdaad. Zou het ons lukken, Gino, om over deze heuvel op een of andere manier te jumpen? Dat vraag ik me wel eens af. Ik denk dat je gewoon tegenop gaat kunnen rijden, denk ik. Ik denk het ook, ja, maar we moeten even kijken. Oh! Ik kan het alleen niet zien. Holy! Wow! Zo! En ik ga terug naar beneden. Hey, okay. Wacht, ik ga het nog eens doen. Maar je moet het eigenlijk eens proberen met een onwijs harde, snelle snelheid. Aanloop. Ja, aanloop. En ik ga dat eens proberen. Ik wil het eigenlijk eens... Het moet 200 kunnen, maar ik wil het eens proberen met 300. Nee, met 300 moet hij kunnen. Ik wil het eens proberen met een kilometertje of 200. Even kijken, daar gaan we. 200. 200. Ho! 200. 280. Oh, shit. Nee, hier heb ik tijd mee. Oh, shit. Dit is echt jammer. Victor, jij moet mij eens in beeld brengen. Ik ga een hele lange sprong maken. Oké, wacht. Ik ga jou in beeld brengen. Op de map kijken, zoals we in België zeggen. Niet op de map, op de map. Maar het is Engels, Gino. Map. Ja, en dan? En dan zie je dat ik helemaal op het uiteinde ben. Even kijken. Zo. Even naar me toe. Op. Zo, ja. En dan moet je even in beeld brengen dat ik erover ga springen. Huh, maar er klopt niks van de map, van de map te nee, taal. Klopt, maar je moet zeg maar voor die berg gaan staan. Waar ik net omhoog reed. Ik denk dat ik al weet waar jij bent. Ja, en daar ga ik overspringen. Ik ga langs de andere kant erover springen. Even kijken, hier moet je ergens zijn waarschijnlijk. Ik zie je recht op mij afkomen op de map. Gaat hard, hè?
339. En hier ben jij. Ik zie je nog niet. Oh, hallo. Nee. Zie je die berg daarachter? Even kijken hoor. Wacht, daar. In die richting waar ik nou naartoe loop. Zie je die berg? Ja? Ik ga er even bij staan om een mooi camera shot te maken. Oké, dan gaan we dat... De linkerberg dan, denk ik? Yes, inderdaad, de linkse. En ik moet zeggen, die auto maakt wel een gezellig geluidje, vind je niet? Ja, speciaal. Oh, maar hier moet je echt verschrikkelijk hoog over kunnen. Want dit is echt een gigantisch... Maar ik ben benieuwd of het vanaf deze kant lukt. Zeg maar of hier staat. Even kijken hoor. Oh, dat moet wel lukken, dat moet wel lukken. Want ik kan er zo wel over opkomen. Even kijken, ik sta erop. Oh, nee. Wacht even, ik ben eraf gegleden. Die auto die heeft echt veel te veel... Ik zou even uit de auto gaan om op te nemen, mooi shot. Ja. Een soort Afrojack, die kan ook niet met zijn auto overweg. Nee, klopt. Even kijken. Ik sta te wachten, zeg Wacht maar. Even, want mijn auto die staat echt op een heel knullig punt stil. Ah, ik koop zo wel een nieuwe. Geld zat. Oké, kom maar op, Gino. Oké. Tam. Ik zie alleen nog niet. Hij moet even accelereren. Ik zie je nog niet. 100. Sneller. 200. Ik zie je nog niet. Hij gaat de 300 nog halen, hoor. Oh ja, ik zie je. Daar komt hij. 300. Oh! En ik ga nog, hè? Je hangt nog altijd in de lucht. Hey, en wat zou er nou gebeuren als je zo in de lucht zit en er dan uitspringt? Oh ja, dat gaan we doen. Oké, maar dan wil ik ook mee doen. Maar dat zag er echt gaaf uit. Ja. Goh, en ik ging 300, hè? 339 moet hij kunnen. Ja, zoiets, ja. Even kijken. Ik ga terug naar dat uiteinde waar ik je net heb gevonden. Ik kom met je mee. Even kijken. Even een nieuwe bolide pakken. Oké, jij bent hier bij mij. Ja, inderdaad. En ik zou zeggen... We gaan eruit springen als we gelanceerd zijn. Ja, inderdaad. Dus gaan we samen tegelijk? 3, 2, 1, go. Hoe kan het dat jij sneller gaat? Ik denk dat ik een milliseconde eerder ben gegaan of zo. Maar nu gaan we wel aardig gelijk hoor. Ja. Oh! Nog niet. En springen! Oh! Ik land op de berg. Oh. Ik val van de berg. Even kijken, waar ben jij nou? Oh, ik zie onze auto's nog echt op de achtergrond. Doorvliegen. En ik ben ook wel eens benieuwd. Even kijken, kom eens op de hoge berg, Gino. Of je daar kan komen. Heb je geen pijn? Hallo. Je moet springend naar boven, ja. Dan kan je er wel komen. Als we nou hier eens kijken naar één punt waar we echt nog overheen willen rijden. Ja, ik weet het wel, denk ik. Vertel het eens. Zie je die twee, waar ben jij? Ja, ik sta naast je. Je staat onder me. Oh, bij mij sta ik naast je, maar oké, ga verder. Oh, bij mij staat eronder. Maar in ieder geval zie je die twee vuurtorens daar zo bij de winkel staan. Ja, die zie ik heel goed. Daar wil ik nog eens tussendoor proberen te springen en dan over de winkel heen. En dat gaat een hele lastige klus worden als je ziet, want je kan niet echt een aanloop nemen. Nee, ik zou zeggen, we gaan het proberen. Even terug naar de auto's gaan. En als je zegt van, jullie mogen hier wel vaker dingen in doen. Laat dat dan ook even weten, want dan gaan we gewoon een soort, hoe moet ik dat uitleggen? Stuntserie. Of stunt. Nou ja, dan maken we er gewoon nog een deeltje aan vast, zeg maar. En die punten hierop, dat maakt het ook wel gelijk een stuk lastig. Dit gaat echt heel lastig worden. Is er een mogelijkheid? Kan je een placeable niet neerzetten ofzo? Dat je over die placeable gaat rijden? Heb je dat niet? Nee, dat gaat niet lukken. Dan moeten we het gewoon op de oude manier doen. Rustig hier tegenop gaan staan. Ja, en als we nou gewoon achteruit doen, dan hebben we toch gelijk alweer een begin een goed setje. Wow, nee. Die auto's joh, die hebben een vermogen. Ja, en die gaan ook die accelereren veel te snel. Lijkt net op een Mercedes of een BMW. Even kijken, ik sta. Maar ik sta er totaal niet goed voor, zie ik al wel. Dus ik ga even zo staan. En ik, als één van ons dit haalt, dan zijn we best wel goed, vind ik. Want we moeten tussen die punten uitzien te komen. En dat gaat het moeilijkste worden, denk ik. Oké, Gino is inmiddels ook in de startpositie. Gino, wil jij beginnen of zal ik beginnen? Nou, ga jij maar als eerste. Ik ben benieuwd. Ik denk niet dat dit gaat lukken, maar we gaan het zien. Ho. Nou. Ho. Nee, bijna. Nee. Oh, dit is echt heel jammer. Dit is lastig. Dit is lastig, ja. Oké, Gino, jouw taak. Ik ben benieuwd wat jij ervan gaat bakken. Kan ik? Ja, succes. Ik heb je in beeld.
Oh, dit is lastig. Lastig, hè? Oh, nee, maar ik denk dat we het verkeerd doen, man. Oké, zullen we de andere kant gewoon even doen? Zo, je bent lekker aan het rollen. Ah, ik denk dat dat makkelijker is dan langs de andere kant. Dat is hier niet voor gemaakt, denk ik. Nee. Had wel grappig geweest als... Oh, nee. Dit is serieus de tweede auto waar ik hem in vastrijd. Kijk, die... Of ik jij heb het ook al gedaan. Volgens mij zal het wel een soort bug zijn. Oké, dan kopen we toch gewoon weer even een nieuwe kill. Even kijken. Dan moeten we toch hier zo ongeveer waar ik nu sta. Dat moet kunnen. Ja, hier. Oké, begin jij of begin ik? Ik zal beginnen, oké? Ja, dat is goed. Wow, wow. Oh, bijna tot aan de hoofd. Ja, en nu terug landen. Proberen. Weet je wat een gaaf... Ja. Weet je wat gaaf zou zijn als je boven die rode punten zou kunnen komen? Ja, probeer het. Ik ga het nu proberen. Ik ga het proberen, jongens. Dit is eigenlijk wel echt een mannenaflevering, hè. Lekker stunten met wagens en zo. Heerlijk. Wow! Ja hoor! Ja hoor! Ja, hoor. Verder, Bob, als je het mij vraagt. Oké. We gaan nog één ding proberen, Gino. En dat gaat echt lastig worden. Dit is verslavend. Ja, dit is echt verslavend. Maar ik denk ook wel dat het best leuk is om dat te kijken. Zeg het eens, wat gaan we doen? Daar overheen jumpen. En dan proberen te landen met... Springen we eruit en dan proberen te landen bovenop die toren. Je bent gek, joh. Dat gaat niet lukken, denk ik. Maar ik ben benieuwd. Ik ga samen met jou... Wow. Okay. Kill. Dan gaan we kill. Ik ga voor de linkse. Aan voor de rechtse. Oh! Oh! Ik zit erin! Oh. Ja, ik zit vast in de toren! Waar ben je? Oh, ik zit beneden hier zo. Zie je me? Ja, ik zie je. Je zit er bovenop, hè? Ik zit er een beetje in. Ik ben benieuwd. Ik kan niet... Nee! Nee! Oh, jammer. Oh, maar die... Ik weet je wat ik aan het doen was? Ik was met die auto tegen de toren op aan het rijden. Nou, ik denk dat dit toch wel een mooie afsluiter is van deze aflevering. Wil je vaak van deze random afleveringen zien zo af en toe? En zeg je nou van, ik vond het wel leuk. Laat het dan even zeker weten hieronder in de comments. En dan zijn we eens Dirk er volgende week als goed is weer bij met Farming Simulator. Yes. Bedankt voor het kijken en Gino, tot ooit. Tot ooit. Yo. Doei. Dat was Farming Simulator voor deze week zonder mij. Wil je de vorige aflevering van Farming Simulator zien? Klik dan op de video in het scherm en dan zie ik je volgende week weer met een nieuwe aflevering van Farming Simulator. En Victor natuurlijk zondag met Train Simulator. Tot dan, doei!